Het is vrijdag 9 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Leefbaar Rotterdam maakt de namen van de eigen wethouders bekend. Goeree Overflakke pakt overlast van windmolens voor bewoners aan. En Sparta probeert het vanavond weer. De wedstrijd tegen NEC op een snel opgelapt grasveld. Het weer, Ed Alders. Zaterdag is het bewolkt, helaas ook regenachtig. Pas later in de middag dan trekt de regen weg naar het oosten, maar er staat nog steeds kans op een losse bui. De temperatuur, nou ja, nog steeds te laag. Temperaturen rond een graad of 15 maximaal hoor. En de wind die waait krachtig, windkracht 5 of 6. Nou, of dat herfstachtige weer ook zondag aanhoudt, gaat ik u straks vertellen natuurlijk in het lange weerbericht. Tot zometeen. Ingeborg Hoogveld, Maarten Struivenberg en Joost Eertmans worden in het nieuwe college van Rotterdam de drie wethouders namens Leefbaar Rotterdam. Dat heeft de partij vanmiddag bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat Joost Eertmans voor Leefbaar de portefeuille Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte krijgt. Ingeborg Hoogveld wordt wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie. Maarten Struivenberg krijgt de post Werkgelegenheid en Economie. Hij is sinds 2010 fulltime raadslid in Rotterdam. Hoogveld was de afgelopen 4 jaar dagelijks bestuurder in Hoogvliet en Eertmans wethouder in Capelle aan de IJssel. Na het weekend worden ook de twee D66-wethouders bekendgemaakt. Voor het CDA was al bekend dat Hugo de Jonge wethouder onderwijs blijft. Bewoners en ondernemers aan de Noordsingel in Rotterdam slaan alarm. Als er niet snel wordt begonnen met funderingsherstel, volgt er volgens hen eenzelfde scenario als in de Margrietstraat. En omdat banken geen lening willen verstrekken, hopen de pandeigenaren op steun van de gemeente. De 4 eigenaren van dit pand aan de Noordsingel zijn de wanhoop nabij. Nu een deel geen lening krijgt van de bank, is funderingsherstel voorlopig van de baan. En dat terwijl het pand steeds verder verzakt. Wat je hierachter fout ziet gaan is dat de hele gevel flink gaat scheuren en het wegzakken is door de rotte palen. We hebben ook strips aan te brengen door de aannemer om in ieder geval de gevel te fixeren en de situatie veilig te houden. Maar voor hoe lang nog? Frank van Lier vreest eenzelfde scenario als in de Margrietstraat. Eind april werden daar 6 woningen ontruimd vanwege instortingsgevaar. Als je dit ziet in vergelijking met de Margrietstraat, ben ik bang als we dit nog een halfjaartje of jaartje wachten, dat een tweede Margrietstraat hebben. En dat moeten we zien te voorkomen. En nu kunnen we nog herstellen. Dan zijn we wachten niet meer, dan zijn we te laat. Niet alleen aan de buitenkant van het pand is de verzakking zichtbaar. De bloemist kampt met scheuren in de muur en in de vloer. Nou, je ziet hier een duidelijke scheurvorming. En nou ja, goed, 's winters dan is het gewoon koud. Op een bepaald moment kunnen de muren simpelweg naar beneden komen. Voor mij als ondernemer houdt dat in dat ik echt een groot probleem heb, want ik heb geen pand meer. Ik heb nog wel een grote hypotheek. Dat betekent voor mij simpelweg een faillissement. Nu de financiering via de bank is mislukt, hoopt de bloemist dat de gemeente zich ontfermt over de eigenaren van het pand. Het alternatief is dat de gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid pakt, burgemeester en wethouders eigen verantwoordelijkheid pakken. En de bewoners hierin bijspringen met een stukje financiering via de gemeentelijke bank. Volgens Frank van Lier hebben veel meer Rotterdammers moeite met het krijgen van een lening. Als de gemeente nu niet ingrijpt, zal Rotterdam er volgens hem over 20 jaar heel anders uitzien. Ik denk dat heel veel woningen dan rijp voor de sloop zijn of gesloopt zullen moeten worden opdat het niet meer te redden is. En dan heel veel financiële en emotionele schade bij particulieren. Want ja, je kan een huis verslopen, maar een hypotheek niet. En zometeen speuren naar oude plaatjes. Waar ook vaak in Groningen er zijn, jongens van 15 en 16 jaar, die kopen dus ook dat soort oude LP's, maar ook de Doors. En Pink Floyd had ook wel erg een trek is, Black Sabbath natuurlijk. De fietsenstalling en mini-supermarkt bij het station Maarsluis moet weg. De gemeente wil er een nieuwe stalling bouwen die gerund moet gaan worden door arbeidsongeschikte en werklozen. Maar daar is de buurt het niet mee eens. Zij willen hun fietsenman Ahmed houden, want de Marokkaanse ondernemer is erg populair bij de Maarsluizers. Ik heb eigenlijk een soort shock. Slapen niet goed, slaap alleen maar op de bank nou. Die kan niet naar bed gaan. Ahmed is erg geschrokken van de brief van de gemeente. Per 30 juni moet de fietsenstalling weg. Veel buurtbewoners zijn het hier niet mee eens. Ahmed is een van de oudste wil ik niet zeggen, maar een van de langst levende allochtonen die we hier hebben in Maastricht. Die altijd voortreffelijk zich heeft ingezet voor allerlei maatschappelijke sociale zaken. En het rare is dan gaat meneer
El Boustati dadelijk de bijstand in. En bij de bijstand zeggen ze dan dadelijk, joh, we hebben nog een werkervaringsplek bij je en je kan die in zijn eigen oude fietsenstalling terug als, als werkloze. Hè? Die kans zit er dadelijk in. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Bovendien is de huidige fietsenstalling ook al een reïntegratieproject. Ahmed werkt namelijk met ex-gedetineerden en moeilijke jongeren. Daarnaast zorgt hij voor de veiligheid rond het station, omdat de fietsenstalling 18 uur per dag open is. Dus wat gaat ze dadelijk, is er dadelijk aan de hand als deze fietsenstalling er niet meer zou zijn, annex supermarkt. Dan heb je dus van 5 uur 's middags tot 1 uur 's nachts allerlei hanggroepen en dealers en fietsendieven en weet ik het allemaal voor gespuis en hyena's rondhangen. Terwijl Ahmed dat soort jongens goed mee kan opschieten en ze wegstuurt. Ahmed heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld, want één ding is zeker. Ik ga gewoon niet weg, voorlopig, ik ga niet weg. Ik ben nog vet om te... Zodra ik het nog kan, ik blijf het doen. Ahmed moet blijven. En dan bedoelen we niet de burgemeester van Rotterdam, maar onze eigen fietsen maken. Ja, de gemeente Maassluis wil niet reageren op de kwestie, omdat ze het nog verder willen onderzoeken. Er komen minder windmolens op Goeree-Overflakkee dan was gepland. Dat heeft de gemeente kunnen uitonderhandelen met de provincie Zuid-Holland. Dit gebeurde na groot protest van inwoners op het eiland. Toch zijn ze nog niet helemaal blij. Er staan al redelijk wat windmolens op het eiland Goeree-Overflakkee. Maar door het landelijk energieakkoord is de gemeente verplicht om nog meer windmolens op het eiland te plaatsen. In totaal moeten ze zo'n 300 megawatt extra opleveren. Door felle protesten van bewoners en de gemeente zelf komen er nu toch minder. Daar zijn we best blij mee, want de taakstelling is enorm. Maar alles wat eraf gaat, daar kunnen wij blij mee zijn. Ik denk dat sowieso wel iedereen blij is dat er minder komen. Maar ik denk dat heel veel inwoners het liefst er helemaal geen meer bij zien komen. Als de gemeente, de provincie en het Rijk volledig zou tegenwerken, zouden ze zelf niet meer mogen bepalen waar de windmolens komen. En dat hebben ze elders ook gedaan en dat werkt meestal niet naar de bevolking. Nee. Dus zat er niks anders op dan samen met de bewoners een geschikte plek voor de windmolens te zoeken. Hier op dit kaartje zie je dat de windmolenparken dicht bij de dorpskernen zouden komen. Door protest komen deze windmolenparken op minimaal 900 meter van de dorpskernen. Toch is daarmee de overlast nog niet over. De molens die hier gaan komen, die zouden 150 meter worden. En die moeten daardoor voor de luchtverkeersleiding voorzien worden van rode knipperende verlichting. Ja, dat geeft een heel storend karakter. Sowieso als er nog meer windturbines bij komen, dan geeft dat een heel industrieel karakter. Wat niet wenselijk is in dat Weidse landschap hier. Hier in Zeewolde in het noorden van het land staan al van deze knipperende windmolens. Bewoners hebben er last van. De wieken draaien nu nog niet, maar zodra die gaan draaien, gaan die ook nog eens een keertje het lichteffect onderbreken. 3 keer in de draai. Dus dat wordt 1 grote knipperend effect aan de overkant. Het actiecomité op Goeree-Overflakkee gaat dan ook nog zeker door. Camping De Groene Waard in Noorderloos gaat dit weekend even terug in de tijd. Het campingterrein staat namelijk vol retro campers. Via Facebook hebben zo'n 30 eigenaren van oude caravans en tenten hier met elkaar afgesproken voor een ouderwets weekendje kamperen. Het is een retro kampeertreffen. Dus het zijn allemaal caravans van, nou, ik denk dat de jongste een 30 jaar oud is en de oudste misschien wel 50 jaar oud. Ik denk dat dat toch wel een beetje het gevoel is, een soort van verlangen naar tijden van de jaren 60, 70, toen ja, nog niemand haast had, niemand zorgen had. Iedereen nog gelukkig was met heel weinig en met hele kleine dingetjes. Ja, dat zijn we met z'n allen misschien wel een beetje uit het oog verloren. En heel diep van binnen zit er bij mensen toch dat verlangen. En dan kunnen ze hier invulling aan geven. Nou, dit is mijn caravan. Kost ook dan Condor van 1970. Voor 1 persoon. U heeft nogal wat verzameld, hè, aan de retro spulletjes. Ja, heel veel. Ik heb hier allemaal kopjes, glazen en borden en alles. Het is niet alleen traperen, het is ook gewoon de spullen erbij verzamelen. Dus dat, ja, daar blijf je gewoon mee bezig. Het is een soort virus eigenlijk. Het is een beetje behelpen, een weekendje in zo'n retro camper. Maar deze kampeerders moeten er niet aan denken op stap te moeten met zo'n groot modern ding. In die nieuwe zit tegenwoordig magnetrons en afzuigkappen en weet ik veel.
Ja, wij vinden dat niet leuk. Als je het kunt zien op de camera, dan zie je dit is knus, dit is gezellig. Je doet het met vrienden op zo'n treffen zoals nu. En je zit allemaal bij elkaar met hetzelfde idee. Het leuk, het gezellig, het knus bij elkaar zitten. En dat hoeft niet groot te zijn of luxe. Dat is gewoon het knussen. En de enige activiteit dit weekend. Op zoek naar meer oude meuk. We hebben zelfs begrepen dat hier de lokale kerk een opslag heeft met retro spullen. En dat die hem speciaal voor ons opengooien. Die vonden het ook schitterend. Ziet het er thuis ook zo uit? Nou, bij ons wel enigszins, ja. Het is wel een kleurrijk huishouden. Ik weet niet of het voor iedereen zo geldt. Maar... Ja, volgens mij was het enige wat niet retro was de bril van de organisator. We gaan naar Sparta. Door de heftige regenval van gisteravond moest in Rotterdam de wedstrijd Sparta tegen NEC halverwege worden stilgelegd. Vanavond wordt er verder gespeeld. Dit was het beeld gisteravond in het kasteel. Het kwam met bakken uit de hemel en het veld kon de hoeveelheid water niet meer aan. Na de eerste helft probeerden de spelers het nog even, maar al snel verloste scheidsrechter Tom van Siegem ze en vooral het veld uit hun lijden. De wedstrijd werd gestaakt bij een stand van 0-0. Vanavond dus alsnog de tweede helft van Sparta NEC. Op het kasteel is alles op alles gezet om het veld weer in topconditie te krijgen. Michel de Zeeuw, de man van het gras, zag het gisteravond allemaal gebeuren en zette voor vanochtend vroeg de wekker. Dan ga je denken van wat ga ik morgen doen? En ja, zo vroeg mogelijk opstaan en dan, ja, dan hopen dat het allemaal meevalt. En? Dan kom je hier vanochtend aan en wat zie je dan? Ja, een heel hoop schade. Alleen ik moet zeggen, het viel, achteraf viel het toch wel mee, moet ik zeggen. Dat het, ik had het erger verwacht. De Sparta-leiding zelf kwam vanochtend toch voor de zekerheid maar even kijken of het allemaal wel goed gaat komen. De directie laat weten dat de gebeurtenis gisteravond niet te voorkomen was. Er is denk ik een ongekende hoeveelheid water gevallen. En dat in combinatie met de droogte van de afgelopen periode, ja, is het water, of heeft in ieder geval het veld heeft het water in ieder geval niet aangekund. Drie weken geleden nog werd bekend dat het kasteel kunstgras krijgt. Dat betekent dat dit soort uitdagingen voor Michel de Zeeuw binnenkort voorbij zullen zijn. Gewoon bij natuurgras houden, hè, eigenlijk hier. Als het aan mij zou leggen wel, ja, maar helaas, ik ben de baas niet hier zo, dus dat houdt het op, hè. Of dat nou met een kunstgrasveld nou opgelost was, dat weet ik niet. We gaan lekker voor de tweede helft vanavond. Ja, absoluut. 8 uur vanavond, de aftrap. Tweede helft, Sparta NEC. Op voorlopig nog zijn grasveld. Sparta moet dus vanavond nog een helftje spelen tegen NEC. Dat geldt niet voor FC Dordrecht en Excelsior, want die clubs wonnen gisteren overtuigend, hè? Ruud van Os. Ja, inderdaad. VVV FC Dordrecht en FC Den Bosch Excelsior eindigden allebei in 1-3. Oftewel twee overtuigende overwinningen voor de ploegen uit onze regio. Zondag zijn de returns in Dordt en in Rotterdam-Kralingen. Maar dat zijn natuurlijk formaliteiten, want beide clubs, zowel Dordt als Excelsior, met anderhalf been al in de finale van de play-offs. Ja, normaal gesproken wel, maar in het voetbal weet je het nooit. Ik weet het is een cliché en ik moet als trainer ook zeggen dat het nog niet gedaan is. Kijk, wij gaan nu genieten van de 3-1 overwinning. Morgen is echt de focus weer naar zondag toe. Die wedstrijd moet je eerst spelen. Je hebt een marge nu, maar het is nog niet gedaan. Gaan jullie nou in die terugwedstrijd op Woudestein deze uitslag verdedigen? Kunnen jullie dat überhaupt of ga je ook gewoon wel uit van je eigen kwaliteiten daar? Nee, we gaan uit van onze eigen kwaliteiten. Hun moeten nu. Nou, daar zullen ze moeite mee hebben, denk ik. Want ja, dan gaan ze ook ruimte weggeven. Dus je moet niet over jezelf afroepen om te gaan verdedigen, te gaan spelen. Dat zou niet slim zijn. Dus wij spelen ons eigen spel. En dan gaan we het afmaken. De finale longt. De finale longt, ja. Dat is een heel mooi vooruitzicht. Maar niet te vroeg juichen. Maar deze overwinning, dat vervult me wel met enige trots, moet ik eerlijk zeggen. Het zou mooi zijn als Sparta ook een goede eerste wedstrijd weet af te werken dus. En het is al net al gezegd, de tweede helft van Sparta NEC wordt vanavond op het kasteel gespeeld. En Radio Rijnmond is er natuurlijk bij. De uitzending is van 7 uur tot 9 uur. Dankjewel Ruud van Os. En zometeen uitgebreid sportnieuws nog in FC Rijnmond. Etienne Verhoef, wat kunnen we verwachten? Nou, we gaan terugblikken op die wedstrijden die je zojuist ook zag, hè, waar het over gesproken werd. De wedstrijd van Dordrecht, de wedstrijd van Excelsior. We gaan praten over Sparta en dat doen we met onze eigen Jan-Dirk Stouten, onze analist, en de technisch manager van Dordrecht, Marco Bogers. Benieuwd wat zijn mening is over het voetbal van de wedstrijden die we allemaal nog te zien gaan krijgen komend weekend. En we gaan het hebben over Feyenoord. We hebben alvast een voorproefje van een groot interview met Ronald Koeman dat we komende zondag gaan uitzenden. En daarvan hebben we vast een voorproefje. Dus dat zometeen over een kleine 10 minuten.
Platenbeurzen in de open lucht worden steeds populairder in de regio. In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen duiken de stands met LP's en singeltjes bijna maandelijks op. De cd-verkoop is ingestort en mp3's worden illegaal gedownload. Maar voor het zwarte vinyl worden nog prijzen tot €150 per exemplaar betaald. Zo goed als krasvrij, alle muziek op de eerste platenbeurs van dit seizoen. Aan het Veerplein in Vlaardingen. Je moet zorgen dat je voor elke prijsklasse wat bij je hebt. En dan kun je ook de nieuwe verzamelaar creëren. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat we moeten doen met die buitenbeurs. Hier zijn koopjes en collectors items. Black Sabbath voor €80. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is eigenlijk... Nee, deze is een stuk duurder dan andere versies. Omdat dit de eerste persing is. Hier liggen de gouden ouwe voor het oprapen en wie niets heeft met mp3's en cd's. Ook nieuw werk komt tegenwoordig steeds vaker uit op zwart vinyl. Ik bedoel, zo zie je dat de mensen aan de hoek is alweer even een tijdje bezig. Maar zo zie je dat ook nieuwe groepen en zangeressen en bands dus hun albums ook weer op vinyl nieuw uitbrengen. De grammofoonplaat is weer helemaal terug. Ik denk dat een steeds grotere groep wordende mensen juist behoefte heeft aan iets tastbaars. En dat ze zich willen onderscheiden. Als je dan vraagt waarom koop je nou een LP, dan zegt men ja, we gaan vanavond gezellig een plaatje draaien. Mag ik van u een lift nemen? Nee. Nederlands taal, vooral zongers zonder naam, is altijd wel gezocht door de... Er zijn ook platen die je eigenlijk liever niet kwijt wil. Nee, dat is vooral met deze plaat. Het was er echt het weer voor. Dat was het. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Een prettig weekend.